Ik weet het nog precies. Eerste kerstdag, alweer uh, best lang geleden. Ja, we hadden er tijdens de Adventsweken naartoe geleefd. Voor de kinderen van de Kindernevennis, was er iedere week iets van het verhaal verteld: uh, de aankondiging van een zoon voor Zacharias en Elisabeth. De aankondiging van de geboorte van Jezus bij Maria. Maar Maria was helemaal niet getrouwd, dus hoe moest dat dan met Jozef? Een uh, evangelische soapserie. Nou, afgelopen zondag waren Jozef en Maria net op de ezel naar Bethlehem gegaan. Enorme drukte in de stad, alle hotels volgeboekt, dan toch maar in die stal. Een uh, enorme cliffhanger. Alsof wij niet al lang wisten wat ging komen, natuurlijk. Maar dan nu de ontknoping. Kerst, we zaten er al helemaal op te wachten. Kinderke Jezus, Jozef, Maria, kribben, hooi, engelen, headers, schapen, os, ezel, goud, midden, ook drie wijzen, vijf broden, twee vissen. Dat ging niet helemaal goed. Nou, in ieder geval, we zaten er als gemeente helemaal klaar voor. We hadden ons in de stemming gezongen met de bekende kerstklassiekers. En dan nu de Bijbellezing en de preek. Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duisternis en, 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 en ja maar waar is mijn kerstverhaal? Ja begrijp me niet verkeerd uh, licht in de duisternis dat is voor de tijd van het jaar natuurlijk een reuze knus idee maar, maar voor mijn gevoel was dit een heel algemeen willekeurig Bijbelgedeelte dat ik over een week of twee wel weer ik wilde naar de hedders in het veld en naar de stal uh, eren zij God en komt laten wij hem bidden zoals ieder jaar pas later, veel later, het tot me door wat, wat die eerste verzen in het Johannes-evangelie eigenlijk probeerde duidelijk te maken. Het Je kindje Jezus in de stal, let, dat is een mooi verhaal. Niets doet daar ooit iets aan af, maar Johannes 1 voegt daar juist iets aan toe. Het biedt als het ware een kijkje achter de schermen. Toen ik jonger was, toen was Jezus voor mij een uh, figuur. Uh, de Zoon van God, die pas ontstond met wat wij nu kerst noemen. Een, een, een kindje geboren uit het niets, net zoals andere kindjes. Maar geen gewoon kindje natuurlijk. En ook geen gewone man, echt wel goddelijk. Maar naar mijn idee had God de Vader er tot voor kerst, echt alleen voor gestaan? Gek, hè? Misschien ook wel niet. Ik weet niet hoe jij Jezus kent. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Zo staat dat in de herziende statenvertaling. Dat vind ik wel mooi. De duisternis heeft het niet begrepen. Ik ook niet. Maar als je dit dan leest, en dat gaat dan over het woord en het gaat over het licht. Ja, daar, daar bedoelt de schrijver natuurlijk Jezus mee. Jezus zelf heeft het op een duur ook over uh, de grootheid die ik bij uw vader had, nog voordat de wereld bestond. Hij was erbij aan het begin. En hij is naar nou ons toegekomen. Nou, dan werpt Johannes. Toch letterlijk een ander licht op het plaatje. Ik wens jullie goede kerstdagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar.